Oh mijn god. Echt lekker met mij vandaag. Ik wil lekker sappig bakkie koffie zetten. En er gebeurt dit. Super tof dat je kijkt naar Gloednieuw Vlog. Mijn naam is Ron, zoals iedereen weet. Ik ben onderweg naar mijn werk. En het is 6:30 geweest. En ik ben onderweg al naar mijn werk om te werken. 6:30 in de ochtend. Wauw, ik ben allemaal die tijden allemaal aan wennen in de ochtend te werken. Maar dat ik het wel, misschien weten jullie ook al dat ik nu hele ochtend lekker vrij ben. Mijn hele middag lekker vrij ben. Waarschijnlijk dat 11:30 moet, maar dan moet ik even kijken hoe het allemaal loopt natuurlijk. Even in ieder geval lekker wakker worden. Ik heb net al wel koffie gedronken en ben wakker geweld door mijn vriendin. Wat super lekker is. En nu maar richting merk en lekker werken. Voor de rest van de dagen ga jullie nog in ieder geval zien. Dus blijf in ieder geval sowieso kijken. En ik ga lekker even richting merk om te werken. Ik ben onderweg naar huis en de zon schijnt terecht in mijn bakjes. En ik ben nu aan lopen en ineens doe mijn voetje. Ik weet niet hoe dat ineens komt. Maar in ieder geval lekker gewerkt. Het is nu precies 10:00 geweest. Nu lekker richting huis. Lekker bijkomen. Even middag eten dadelijk. Wat ik ga eten weet ik nog niet. In ieder geval ook even boodschappen doen. Moet ik ook gedaan hebben. Dus ga ik dat sowieso vandaag doen. Boodschappen. En dan zie ik voor de rest wel wat ik ga doen. Ja. Maar ik heb ongelukkig last van mijn tenen. Want het is nu 10:15. En nu, morgen heb ik lekker vrij. Want voor Special Media Award. Tuurlijk. En dan ga ik nu lekker richting mijn huis. Ik ben lekker even net een beetje bakkie nog. En nu ga ik voor het derde bakkie. Ik heb al 3 bakjes op. 1 in de ochtend helemaal. 6:00. 5:00. En nu nog eentje. Maar wat was het er even wennen om nu helemaal vroeg wakker te worden. Dit keer was het anders. Want nu zit het zo. Nu moest ik wachten tot iemand er was op mijn werk. Want nu was ik allereerste persoon die bij mijn werk is aangekomen. Echt ongelooflijk raar om zo vroeg te beginnen. Maar ook vind ik ongelooflijk lekker. Want kan ik dingen voor mezelf doen. En wat ik eigenlijk zo, want ik zit te denken om eigenlijk te scheren. Maar aan de ene kant denk ik nee. Kan ook later, want ja. Maar het kriebelt wel heel erg. En wat ik al zei, ik ben ongelooflijk blij met deze bloemen die ik van Special Medehard heb gebracht. Dit is een heel mooie bos. Ik vind het echt ongelooflijk mooie bos. Ik ben benieuwd hoe lang ze blijven. Of ze niet tot vrijdag of eind van de in de weekend dood zijn, om zo te zeggen. Maar we gaan het zien. Maar in ieder geval nu even nog een bakje koffie drinken. En heel apart, dat kan ik trouwens vertellen. Ik werd wakker. En ineens zie ik een bakje staan met water. Ik dacht, hè? Ik heb een bakje water helemaal niet neergezet. Letterlijk echt helemaal niet. Dus ik heb vermoeden dat mijn begeleider in binnen is geweest. Ik weet het misschien vermoeden. Maar ik ga dat niet op YouTube zeggen. Want dat vind ik persoonlijk en privédelijk. Zo ben ik niet. Ik hou mensen die privé zijn privé. Maar ik wil even wel op ingaan wat ik ervan vind. Ik vind ervan onacceptabel, dat is 1. Dat is ook mij privédelijk. Schandalig, om zo te zeggen. En dat kan gewoon niet maken. Ik vind, als dat zou gebeuren, dat eigenlijk gemeld moet worden van Sander, is het oké als ik in je huis kom? Ik heb niks van gehoord, totaal niks. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik had ook vanochtend even met mijn vriendin erover gehad. Dus vandaar. Maar ik vind het gewoon wel sjaal, om zo te zeggen. Omdat die begeleiders. En wat ik al zei, ik ga geen namen noemen wie het is. Ik heb misschien vermoeden. Maar ik ga diegene naam niet noemen. Dat vind ik zelf. We zijn dan ook niet netjes geweest. Maar dat vind ik ook. Dat moet ik ook. Moet ik wel laten zien dat ik wel netjes ben. En privélijk bijhoud, om zo te zeggen. En dat vind ik gewoon wel belangrijk. Al zouden ze mijn privélijk nu kunnen zien,
vind ik niet dat ik hun privé dan moet beschadigen daardoor. Misschien zeggen jullie sommigen, ja, dat moet je wel doen, want dat kan gewoon niet. Maar alsnog, je moet niet verder gaan wat de ander doet. Je moet eigenlijk, dat kan ik je meegeven met een beperking. Zorg dat je gewoon netjes blijft. Want dan kom je veel verder mee dan als je harder terug gaat doen, om zo te zeggen. Bijvoorbeeld, iemand gaat gillen, dan zorg jij voor. Ik bedoel, iemand gaat boos reageren, zorg dat jij wel rustig blijft. Want anders maak je het alleen maar kwaad verergen. En daar zit ik zoveel op te focussen van mezelf. Want ik ben zo'n type die snel boos kan worden, of ik ben niet snel boos. Maar ik ben dan wel snel dat ik stekker uittrek. Zo'n type ben ik ook, dat ben ik wel namelijk. En dat is bij iedereen verschillend per persoon natuurlijk. Dus dat wil ik even meegeven. En ik ga wel even, ja, het is logisch, ik ga wel met een begeleider over hebben. Tenminste, die baas zijn van andere leidinggevenden. Want ik vind dit gewoon niet kunnen. En, ja. Dat wil ik wel zeggen. Ja, wat ik wou zeggen is ook, ik wil jullie mening over horen, wat jullie ervan vinden. En hoe jullie ermee omgingen eigenlijk, hoe zouden jullie ermee omgaan? Ben ik ook wel benieuwd. Ik heb lekker een schoentje meegenomen. Ik ga er even lekker trekken. En het is nu 2:30 alweer. En dan ga ik eerst lekker eten, even lekker raampje opgezet, even al die soep opruimen. En dan ga ik nu even lekker genieten van deze 2 croissantjes. En dan, ja, ga ik dan even lekker smullen. Zo. Verslikte me. Maar, ik zag net voorbij komen, ik denk dat jullie ook wel vast al lang hebben gehoord, dat nu vuurwerkverbod is tot van dit jaar in ieder geval. En ja. Laat even één ding achter wat jullie van vinden. Ik denk dat. Ik had het met mijn moeder over gehad en waarschijnlijk is het wel verstandig. Maar. Ik denk dat het wel fout de boeg geworden. Maar. Ja, het is nog afwachten. Hoe het gaat lopen. Ik ben wel benieuwd naar hoe het gaat lopen eigenlijk. Doordat nu vuurwerkverbod is. Ik ben benieuwd hoe het nu gaat dit jaar. Oh mijn god. Echt lekker met mij vandaag. Ik wil lekker sappig bakkie koffie zetten en er gebeurt dit. Hele ding ligt onder, dus ik ga het even schoonmaken in ieder geval. Oh mijn god, jongens. Nou, was ik lekker op gemak, was ik lekker rustig koffie aan het zetten. Laat ik dit vallen. En dat ging net zo goed. Zo. Smeltoren. Oh mijn god, jongens. Ik word hier echt zo moe van, waarom dit is gebeurd. Gewoon echt, hele aanrecht ligt onder. Echt letterlijk hele aanrecht. Oh mijn god. Heb ik weer. Ah, schoonmaken natuurlijk. Maar ja. Dan ga ik dat nu even doen. Even alles schoonmaken nu. Hele aanrecht. Ook dan nu al. Ah, dit is ook te warm. Echt, ik weet niet hoe ik van moet pakken. Want het kopje is warm als het neten. Echt ongelooflijk warm. Zo, dit is beter. Het is minder warm dan eerst. Oh, want ik liet er gewoon daarna trouwens vallen door de warmte. Echt, ik ben zo slim. Echt, letterlijk. En ik zat dan lekker YouTube kijken. En dacht, oh ja, wacht, vergeet koffie. Koffie gezet. Ik weet niet hoe het gebeurde, maar op een mens liet de kopje uit mijn handen vallen. Ja, echt slim. Zo'n leuk idee trouwens. Ik wil gelijk even zeggen, ik heb lekker heerlijk even net geschoren. Maar ik zat te denken, er komt bijna kerst aan. Komt bijna oud en nieuw aan. Ik dacht, weet je wat we kunnen doen? Met kerstdag zullen we zoveel mogelijk dit jaar zoveel mogelijk kerstkaarten sturen naar elkaar.
zou zo tof zijn. Niet via Facebook, niet via media en zo te zeggen. Doe het eens keer live. Ik weet 100% zeker. Want dit is een nieuw moment. We hebben die COVID gehad. Mensen, COVID, we zitten in de COVID-crisis. Ik denk, weet je wat we kunnen doen? Misschien heb ik het heel veel over negatieve dingen. Ik ga die nu positief in zeggen. Ik vind, geef in elkaar liefde via nu kerstkaarten sturen. Niet via media. Gewoon in real life kerstkaarten sturen via post. En ik denk dat zoveel mooie gedachten, mooi iets uitkomt. En die kunnen we een keer doen. Met z'n allen. Gewoon een keer nu een kerstkaart sturen naar iedereen. Zo zou ongelooflijk mooi zijn. Ja. En zou jij het leuk vinden om van mij een kerstkaart te krijgen? Zit ik te denken. Stuur jouw adres naar mijn DM. Via Instagram of via Facebook. Die hebben jullie waarschijnlijk al gezien aan het begin van de vlog. Maar dat is het enige wat ik kan zeggen. En wat ik ook zit te doen is lekker nu al kerstliedjes te luisteren. Ik verheug er nog. Nou, ik ga nu klaarmaken om lekker te slapen nu. En ik heb een heerlijk gezellige dag gehad. Ik heb net even niet gevlogd omdat ik echt druk bezig met de dingen achter de schermen. Voor met Rick te praten wat eigenlijk privélijk is. Daar heb ik heel lang gesprek over gehad. Over iets en alles en nog wat. En ja. Ik ga nu lekker een beetje zoeken. Nou, waarom doet hij nou dit? Zo. Dus ik ga lekker nu slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers, goed nieuw vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En ik kan je wat vertellen. Ik heb van de Space Invader wordt een Barry Popper gekregen. Dus wat ik ga hiermee doen is iemand laten schrikken, ik weet niet wie. Laat niet weten, ik wil zeggen. Ik wil niet laten weten wie. Maar ik ga jullie binnenkort zien.